Welkom bij Jaar van de Tuin. Vandaag gaan we het vooral hebben over de vogelvriendelijke tuin en hoe maak je die nou? Dit jaar was de Nationale Tuinvogeltelling in januari een waanzinnig succes en werden alle records gebroken. Kwam natuurlijk een beetje door de pandemie, iedereen zit thuis. En wat kan je nou beter doen als je thuis zit dan in je tuin kijken naar de vogels? Nou, we zien hier de top 10 van Leiden. En vandaag hebben we als gast Dick de Vos, vogelboekenschrijver, natuurboekenschrijver. Ook zowel van de lokale Leidse natuur als algemeen en veel over vogelzang. Eigenlijk ben je van alle vogelmarkten thuis, zal ik maar zeggen. Ik kan maar één ding, vogelboekenschrijver. Nou ja, ik vind het een hele goede kwaliteit. Die 10 vogels die we net zagen, heb je die nou ook allemaal in de tuin? Nou, ik zag ze snel kou, koolmees. Mag ik ze nog eens zien? Ik weet het niet. Maar de meeste wel, eerlijk gezegd. Ja, hè? Ja. En heb je ook meegedaan aan de tuinvogeltelling? Nee, dit jaar niet. Het kwam er niet van. Nee. Okay. Maar ik heb vorig jaar wel eens meegedaan. Toen had ik 0 vogels net in dat half uurtje. Ik dacht, ja, onze tuin is... Ja, en als je dan op een ander tijdstip kijkt, dan zie je ze weer wel. Ik heb toch maar die 0 vogels opgestuurd. Maar dat stimuleerde niet echt natuurlijk. Nee, dat snap ik. Als je dan ander leest, want ik heb er 29, denk je, Ja, toch jammer. Nou, heb ik toch zo'n vogelvriendelijke tuin. Wat doe ik nou? En heb je nog iets bijzonders in je tuin? Qua van wat bijzonder is voor jou? Of misschien gewoon een algemeen bijzondere vogel? Nou, ik geniet altijd van de putters in de tuin. Ja. Dat zijn zulke ontzettend mooie vogeltjes. En... Nou, je gelooft je ogen niet als je die ziet. Je denkt net dat het een tropisch vogeltje is. Zo ontsnapt uit een kooi of zo. Maar het zijn echt Nederlandse vogeltjes. En die hoor je heel erg veel. Als je het geluid kent. Nou ja, ik heb nu op de fiets hier naartoe weer een stuk of 10 gehoord. Ja, wow. Piet, 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 hoor je heel de tijd. Als je dat geluid kent en je kijkt omhoog en je ziet dat puttertje. Nou, dan denk je, ja, dat is toch wel... Dan is geluk... Dat is een goeie. Ik ga het geluid van de putter zullen we delen op Facebook, zodat de kijkers ook het geluid van de putter kunnen leren. En je had het al even over je tuin. Je hebt hele mooie foto's ingestuurd. En hier hebben we je boeken. Ik ben zelf groot fan van Dieren in de Stad. Die vind ik heel erg leuk. En in het midden Ode aan de Nachtegaal, die komt deze week uit. Dat is je allernieuwste pareltje. Ja. Het gaat helemaal over de nachtegaal. Ik dacht, laat ik langs één vogel nemen die inderdaad in de diepte alles over te weten te komen. Maar de nachtegaal, ik heb het dan niet alleen over de migratie en over de biologie en het broeden en het zingen natuurlijk. Maar ook over de betekenis van de nachtegaal in de cultuur. Okay. In de literatuur. Er zijn zo ontzettend veel gedichten over geschreven. Muziekstukken aangeweid. Niet zoveel schilderijen over gemaakt, want het is maar een... grauw vogeltje. Maar er is zo verschrikkelijk veel over te vertellen. Nou ja, voor het weet had ik een boek bij elkaar. Nou, geweldig. En we kunnen hem niet in Leiden zien, hè? Want daar is hij al een poosje weg. Nou, ja. Elk jaar doet hij wel Leiden even aan. Okay. Vorig jaar was er nog een waarneming bij de Diamantlijnlaan in de buurt. Okay. Dat is in de mooiste part. Maar dat zijn dan doortrekkers. Die blijven dan 1 of 2 nachten. En dan gaan ze weer door naar hun broedgebieden, want Leiden is niet geschikt als broedgebied. Nee. De laatste was een jaar of 3 terug. Die was in het, zou ik maar zeggen, het eikenbosje bij Janssen, de chemische fabriek die Janssen-vaccin maakt. Maar daar is die ook weg, helaas. Want dan hadden we een echte Leidse nachtegaal gehad. Ja, okay. Dus hij komt alleen nog even op bezoek. Zo nu. Ja, hij doet het niet slecht, de nachtegaal. Echt, de duin is echt een bolwerk van de nachtegalen. Daar zijn ze wel een beetje bossages aan het verwijderen, waardoor het broedbiotoop verdwijnt. Maar als een soort het goed doet, ja, ze keren dan allemaal min of meer terug naar dezelfde plek, blijkt uit het onderzoek. Ja, dan zoeken ze een plekje ietsje verderop. En uiteindelijk, door de olievlekwerking, zouden ze dan ook in Leiden weer terecht kunnen komen. Nou, van ons mag die terugkomen. Ja. Hey, jouw tuin. Ik heb de foto's natuurlijk al van tevoren gezien. Ik vind het echt een heel mooi natuurlijk plaatje. Als we naar de volgende foto gaan. Kijk, ik zie zelf echt een heleboel vogel- en natuurpluspunten al. Ik zie de bomen en de schuttingen hadden we het laatst over. Die zijn begroeid. Nou, een lekker wild grasveldje met mooie bloemen. Er is ergens een rommelhoekje, zag ik. En een bijenhotel.
Dus het is wel duidelijk dat je natuurlijk tuineert, zeg maar. Ja, we doen er eigenlijk niet veel aan die tuin. En dat is, moet dat is het beste, je, laat je tuinieren. Dat is het beste, ja. Maar we hebben een heel zonnig hoekje. Daar heb ik echt hele mooie planten gekregen van Koen van Soest. Dat is echt de grote plantenkenner van Leiden. En die heeft heel veel bijenplanten aan mij gegeven. Die heb ik erin gezet en die doen het heel erg goed. En ja, bij het vijvertje hebben we wat schaduwplanten. En natuurlijk zien we daar ook heel veel vogels op afkomen op het water. En die gras heb ik 1 jaar laten opgroeien. Ja, een paar keer nee gezegd tegen mijn vrouw van je moet het gras eens maaien. Maar als je dat dan niet doet, dan krijg je de prachtigste grassen. En daar komen dus ook weer allerlei vogeltjes op af die zaadjes weer pakken. En die grassen zaaien zich ook uit over de rest van de tuin. Dus ja, want het is zo verschrikkelijk mooi als je naar de zon op ziet staan. Van, kan echt genieten van gras. Hele moeilijke plantengroep, de grassen. De voortuin hebben we ook aangepakt. We hebben allemaal stenen uit de buurt op elkaar gestapeld. En daar in het midden aarde gezet. Ja, en daar groeit eigenlijk spontaan van alles. Ook een paar holletjes gemaakt voor muizen of zelfs een egel zou erin kunnen. Dat is overigens niet gelukt. En we doen vrij veel aan vogels voeren. Maar dat trekt natuurlijk ook vogels, maar het trekt ook wel ratten. Het heeft ratten getrokken. Daar gaan we het zeker later in het programma nog even over hebben. Daar kom ik graag bij je over terug. Nou, we hadden het er al over, je hebt bomen in de tuin staan. Ik ben zelf ook een groot fan van bomen, klein dan wel groot in de tuin. En deze week in de Makkelijke Plant vertelt Carla Teunen over 2 van mijn favorieten. Dat zijn de zwarte els en de meidoorn. Ik heb hier takjes, nog vroege takjes, in mijn hand van Anders glutinosa, de zwarte els. En de zwarte els is een echte Hollandse boom. En waarom nou? Omdat het een boom is die veel van water houdt, aan de waterkant staat, bijna in het water staat. Eigenlijk een klassieke boom is, ook in Leiden, want Leiden is een erg nat gebied geweest. Nou, er zitten nog maar hele kleine blaadjes aan, altijd een beetje geribbeld en de rand is een beetje getand of gezaagd. Het is een van onze allervroegst bloeiende bomen. Dit jaar bloeiden ze al in januari. Begin januari zagen we al vrouwelijke bloemetjes. Die zijn net 2 mm groot en bloedrood van kleur. Daar moet je altijd even naar zoeken. Maar de mannelijke bloemetjes zijn de katjes. En dit zijn oude, verdroogde katjes van januari. En je kunt ook al heel goed zien, dit zijn elzenpropjes, de vruchten van vorig jaar. En het ziet er een beetje uit als een dennenkegeltje. En als het nou heel lekker warm droog weer is, zoals vandaag, gaan de klepjes openstaan. En dan vallen de zaadjes die ertussenin zitten, die vallen op de grond. En in die vochtige grond kiemen ze heel makkelijk. Maar als ze nog maar heel jong zijn, zijn ze dit. In feite, als je het naast elkaar houdt, is het hetzelfde. Dit is gewoon een kleine versie van dit. Een andere plant, boom, die ook echt Nederlands is, de meidoorn. Ze zijn een beetje door de vorst verbrand, maar dit zijn al hele jonge blaadjes. Van die hele leuke kleine blaadjes. En er zitten al bloemknopjes in. Meidoorns worden in Nederland heel veel gebruikt in windsingels. En een windsingel is een rand gemaakt van bomen waarin verschillende soorten staan. Elzen staan erin en die worden om de zoveel jaar gekapt en groeien dan weer opnieuw. Meidoorn staat vaak aan de buitenkant omdat het een hele solide, stevige, struikachtige boom is. Meidoorns maken in de herfst prachtige rode bessen, heerlijk voer voor vogels. En de elzen, de zaadjes worden ook door verschillende vogels gegeten. Maar het is dicht struikgewas, dicht struweel en dat biedt voor de vogels in de kilte, in de kou, bescherming. Maar het biedt ook bescherming om je nest in aan te brengen. Dan zit je redelijk beschut. Dus er zijn allemaal leuke struiken. Dit is mooi voor in de tuin. 1 meidoorn is best mooi. Witte bloemetjes in meidoorn. Er zitten doorntjes aan. Nou, die zie ik nu hier even niet.
Maar mooie Nederlandse struiken die je best in de tuin kan hebben. En een els op vochtig gebied is ook best leuk. Nou, ik hoop dat je weer wat bij hebt geleerd en hopelijk gemotiveerd bent om ook een boom in je tuin te gaan zetten. Misschien wel een van deze twee. Ik heb ze ook in de tuin. Ik kan het iedereen aanraden. En wat dan ook handig is, als je een boom in de tuin hebt, daar kan je ook weer heel erg mooi een vogelfeeder in hangen bijvoorbeeld. Annika is daarover gaan praten met ecologisch adviseur Roeland Jonker. En hij vertelt alles over de verschillende vogelvoersystemen voor in je tuin. Nou, we staan hier in de tuin om meer te leren over vogelvoer. En ik heb iemand gevonden die daar alles over kan vertellen. Roeland, misschien kun jij je eerst even voorstellen. Ik ben Roeland Jonker en ik ben ecologisch adviseur bij de gemeente Leiden. En ik vind het heel erg leuk om vogeltjes te voeren in mijn tuin. En dat doe ik al een aantal jaren. Dus daar staan we nu hier. En je hebt ook even wat van je materieel heb je uitgestald. Waar kijk ik naar? Wat is dit allemaal? Ja, ik heb een uitgebreide collectie aan dingetjes die we geprobeerd hebben, die gefaald hebben. Maar ook niet heel goed doen. De feeders zijn onder te verdelen in deze buizen waar gaten in zitten waar vogeltjes uit kunnen eten. Of van deze ruifjes waar vogels tegenaan kunnen springen, vliegen, aanhangen en daar eten uit kunnen prutsen. Als in eerste instantie, dat hoeft niet. Je kunt, als je vogels in de tuin wil, voornamelijk, het is eigenlijk veel belangrijker om een goede boom te planten. Want we hebben hier de els met allerlei zaadjes. Daar komen een hele hoop putters in en een hele hoop andere vogels. En de Nijdoorn, ook daar vinden vogels zich, voelen zich vogels heel erg veilig. Je hoort het al. En daar komen lekkere bessen in en mooi veel insecten om als voedsel te dienen. Dus in eerste instantie gaan we... Eigenlijk eerst planten en bomen. Eerst mooie boom planten. Oké. Okay. Daar kun je namelijk ook deze lampionnetjes in hangen. Oké. Okay. Kijk. Daar beginnen we mee. Wat je wel goed kan voeren in de achtertuin zijn de kleine vogels. Dus de mussen, de groenlingen, de putters, seisjes als je geluk hebt. En bij ons ook de spreeuwen. En daar hebben we verschillende soorten zaden voor. Oké, okay, en dat zijn deze. Dit zijn verschillende soorten zaden. Wat voor zaad zie ik hier? Nou, voor onze bedreigde rode lijst soorten, de mus. Die eet eigenlijk niet zomaar alles. Is de mus bedreigd? Ja, de mus is bedreigd nog steeds. Oh. Ja, bedreigd diersoort. En die heeft eigenlijk die heeft ons gevolgd uit Afrika en die eet eigenlijk alleen maar graan. Wat wel heel vaak gevoerd wordt zijn zonnebloempitten. Ja, wat mooi is van zonnebloempitten is dat ze in een hulsje zitten. En dat hulsje, niet alle vogels kunnen dat pellen. Want veel van mensen willen wel een koolmeesje of een pimpelmeesje of een putter. Maar die willen geen kouwen, geen eksters en dat soort dingen. En al die grote vogels, die we misschien liever niet willen in de tuin, die kunnen deze zaadjes niet pellen. En die laten de kleine vogeltjes dat eten. Dan een andere belangrijke manier van voeren is het vet. Dit is heel erg leuk omdat je daar ook insectenetende vogels mee kan bedienen. Dit zijn is het vet met de meelwormen. En die vinden de spreeuwen heel erg leuk. En ook de spreeuwen zijn inmiddels een bedreigde diersoort in onze stad. En je komt hier heel regelmatig eten ervan. En ja, dat is een tip. Een potje vet met meelwormen. Voor de spreeuwen of terug in de stad te krijgen. Oké. Okay. Kun je dat heel goed doen. Dit is een heel fijn disselzaad wat uit Afrika komt. Het is iets wat putters heel erg lekker vinden. En misschien komen ze zo nog even op bezoek. Dat hoop ik dan. En putters zijn een vogeltje, heet ook wel distelvink. En als je het puttertje kent wat in het Mauritshuis hangt. Dat is een vogeltje met een beetje spitse snavel. En die in de kaderbollen of in de distels de zaadjes uit de pluisjes vist. En dit soort feeders zijn daarvoor gemaakt. Die hebben een heel klein gaatje waar zo'n zaadje uitgepeurd kan worden. En als je putters daar aan gewend zijn en dat eenmaal kennen, dan komen ze er graag naartoe. Het is iets duurder zaad, maar je hebt ook wel iets chiekere vogeltjes dan. Andere vogels zoals een merel, ja, die heeft behoefte aan goede compostrijke grond, waar die zijn wormen uit kan trekken. Oh ja. En dus die zitten vaak op de grond. Dus dit is allemaal niet voor de merel, maar de koolmeesjes, de mussen, de putters en de seisjes.
groenlingen. Ja. Dus als ik dit heb, heb ik eigenlijk een compleet assortiment voor de tuinvogel. Ja, daar kun je vlot vooruit. Oké. Okay. Dankjewel voor alle uitleg. Ik vond het heel nuttig. Ik wist niet dat er zoveel feeders waren. Er zijn er veel meer. Oh jeetje. Nou, dankjewel. Nou, dat waren een paar verschillende opties om te voeren in de tuin. Dick, voer jij ook de vogels in de tuin? Ja, ik heb eigenlijk ook al deze systemen wel. Ik heb van die graansilo's, zeg maar, die hangen. En het leuke is, als de vogeltjes daar uit pikken, dan af en toe morsen ze een graantje. En daaronder gaan ook komen dus de granen op die dan uit die zaden komen. Dus dan heb je een heel natuurlijk hoekje. We hebben ook een soort bamboe, dus een dikke stengel, wat we aan twee kanten vullen met van die vetbolletjes. Oh ja. Dus die is heel leuk op zitten. En daar komt heel vaak de grote bonte specht op af. Oh, dat is heerlijk. Geweldig. Ja, altijd een vrouwtje. Ik vrees dat het mannetje er niet is of niet meer is, helaas. Ook wel halsbandbekieten natuurlijk. Ik zag net een item over bomen. Wij hebben ook bomen. Eigenlijk zijn de bomen natuurlijk de echte vogelfeeders. Ja. Dus we hebben ook een meidoorn, maar ook een lijsterbes. Ah. En dan komen in de winter, want winters moeten de vogels juist gevoerd worden. Dan komen in de winter allerlei lijsterachtigen op af. Dus okay. Merels, zanglijster, maar ook koperwieken. Die komen uit geweldig. Het hoge noorden. Ja, de eerste lijsterbes op en dan ons sierappeltje tot die op zijn. En dan is het alweer bijna lente. Ja, het heeft wel één nadeel, want we hebben zo verschrikkelijk veel vogelvoer. Dat ze ook veel morsen. En we hebben ook een pindakaaspottetje gehad. En iedere keer was die leeg. Ik dacht, oh wat schattig, die wordt dan 's avonds gegeten door het egeltje. Maar toen bleek op één dag dat de kabels van mijn auto waren doorgeknaagd. Oh, dat is geen goed teken. En dat, daar kwam dus een rat op af. Okay. Op die pindakaas. En die ruikt kennelijk die kabels. Dat beschouwt hij als voer. Net als Noordse stormvogels ook plastic als voer beschouwen. Mm-hmm. Vandaar dat die altijd, als ze doodgevonden worden, altijd plastic in de maag hebben. Maar deze rat die had er een heerlijk onderkomen in onze motorkap. Ja, en kreeg dus pech langs de weg. Bleek een rat te zijn. Ja, en dat is ook wel een groot probleem, met name in deze coronatijd. De restaurants zijn dicht. Dus het voerresten die restaurants wel eens buiten zetten, die zijn weg. Dus er valt een voedselbron weg voor ratten. Gaan ze op zoek? Zijn op zoek. Massaal zijn ze naar de buitenwijken gegaan. Dus in verschillende wijken spreekt men van een rattenplaag. Ja, die ratten willen het ook eten, niet dood. En, dus je moet ook opletten dat je niet te veel voert. Nee. En zodanig dat de ratten er niet bij kunnen. Ja. En misschien ook gewoon inderdaad, als er veel gemorst is, gewoon even iedere dag een beetje bijvegen. Ja. Eén keer heb ik toch een rat over onze boom zien. En juist naar dat bamboestengeltje, die begon vrolijk van dat voer te eten. Dus de ratten zijn ook wel heel slim. Dus je moet het zo doen dat ze er niet bij kunnen. Ja, dus dat moeten we wel een beetje in de gaten houden. En, als je geen ratten wil, moet je dat doen. Als je juist ratten wel wil, dan moet je dat wel doen. Dat zijn wel leuke beestjes. Maar misschien heb je er niet zo heel veel zin in. Dat inderdaad. Nou, wat naast voer nou ook belangrijk is, is natuurlijk dat de vogels hebben eten. In de bomen of van de bomen of met het vogelvoer dat je geeft. Maar ze willen natuurlijk ook wel wat te drinken hebben. En daarom is een vogelbadje heel erg belangrijk om in de tuin te zetten. Niet alleen voor drinken, maar ook, wat de naam al zegt, lekker om te badderen. Dat ze hun verenpak mooi schoon kunnen houden. Niet alleen voor de vogels, ook voor de insecten is het belangrijk. Maar wat nou heel erg belangrijk is bij zo'n vogelbadje, is dat je hem niet te diep maakt. Want vogels zijn geen 100 meter borstkrauwel kampioenen. Ze willen graag een beetje ondiep badje waar ze lekker veilig in kunnen staan. Voor insecten geldt dat hetzelfde. Dus als je een diepe schaal hebt, vul die dan op met stenen. Zodat de vogels daartussen kunnen zitten en de insecten erop kunnen zitten. En anders gewoon een platte schaal is ook helemaal prima. Je hebt een vijver, hè, zei je? Ja, we hebben een vijvertje in de achtertuin. Die is niet zo heel zonnig, helaas. Alleen in de middagzon komt daar op. Maar daar barst het van het leven. Heel veel salamandertjes zien we wel eens.
We hadden padden, maar die zijn er uitgevangen door de kat, helaas. We hebben nu geen kat meer, maar ik heb regelmatig een pad moeten redden uit de klauwen van de kat. Nee. Want als die dus, als de kat hem te pakken heeft, gaat hij heel hard gillen, zo'n pad. Ja, vreselijk geluid. Dus, nou, dan moet je hem weer redden. Ik hoop dat de padden weer terugkomen en de kikkers natuurlijk. Ja. En we hebben voor ook zo'n badje. En je ziet inderdaad dat ze daar gebruik van maken, die vogels. Ja, zodra er leven is, zodra er water is, komt er leven. Water is leven voor heel veel beesten. Echt van levensbelang. Ja, water is echt een hele geweldige toevoeging in de tuin. Wat ook een mooie toevoeging is voor de vogels in de tuin, is natuurlijk een plekje waar ze kunnen nestelen of misschien wel slapen. En er zijn enorm veel nestkastjes beschikbaar. Als je op internet gaat kijken, echt de mooiste paleizen komen voorbij. Maar als je zegt, ik heb nog een stukje hout in de schuur liggen, je kan er ook eentje zelf maken. En Robert laat deze week zien hoe makkelijk dat eigenlijk is. Ik ga vandaag een nestkastje bouwen. U ziet hem nu op het scherm. En het is een nestkastje dat we kunnen bouwen uit één plank. Ik ga eerst de achterkant en de twee zijpanelen uitzagen. En de voorkant en het dak, die moeten allebei een hoek hebben. Die moeten allebei niet helemaal recht gezaagd worden, zodat ze goed aansluiten op de rest van het kastje. En we kunnen natuurlijk een geodriehoek erbij pakken en precies de hoek gaan bepalen. Maar dat is te veel gedoe, daar zijn wij niet slim genoeg voor. Dus wij pakken zo'n zijkantje, een van deze twee erbij. Die kunnen wij tegen de rand aanleggen, zoals u hier ziet. En zetten dat lijntje. Dus dat gaan we dadelijk doen. Ik ga eerst nog even het laatste stukje wat ik niet nodig heb ervan afzagen. En dan de voorkant en het dak. En dan zijn we klaar met zagen. Dan kunnen we straks gaan boren. En daar is ons nestkastje. Er moet natuurlijk nog een gat in. Dat gaan we dadelijk doen. En nog gaatjes hier in de hoeken van die achterplank, zodat die vastgemaakt kan worden. Ik heb een bitje hier, een gatenmaakbitje van, 28 mm, 2,8 cm, zodat dit huisje goed is voor pimpelmeesjes. De verschillende formaten voor drie verschillende soorten vogels ziet u nu op het scherm. Wij gaan dus voor de pimpelmeesjes. Dus we gaan een gaatje maken. En dan boren we die gaatjes nog even. We hebben alles bij elkaar, lieve kijkers. Al onze stukken hebben we. Alle gaten zijn geboord. Dus we kunnen de nestkast in elkaar gaan zetten. We beginnen met de voorkant op de zijwandjes te spijkeren. Het begin is altijd even moeilijk. De bodem, die steken wij ertussen. Het dak gaan we zeker niet vastspijkeren, want dat moeten we eruit kunnen halen. Niet terwijl het nestje erin zit natuurlijk. Wij pakken een paar krammetjes. Wij kijken een beetje waar die lijn zit, waar het dak de rand van het hout ontmoet. Zien dat het ongeveer zo loopt. En dan weten we dat we daar een paar krammen moeten inslaan. Zo, en dan zien wij dat zo'n dakje met een beetje aandrukken. En we willen dat hij goed stevig zit. Zien we dat we zo'n beetje dat hele huis kunnen tillen aan het dak. Terwijl we toch aan het einde van het jaar hem af kunnen tillen. En daar zijn we dan, lieve kijkers. Onze nestkast. Hij is een beetje vluchtig gemaakt, maar hij is prima. En dat alles in elkaar gezet met een paar spijkers, een paar krammen, een hamer, een boor en twee planken.
Nou, nu kunnen we allemaal zelf vogelnestkastjes gaan maken. Hop, de schuur in en timmeren maar. Heb jij ook vogelnestkastjes in tuin? Ja, vorig jaar hadden we een koolmees erin. En dit jaar heeft een pimpelmees geprobeerd, maar het is niet gelukt. Nee, hij heeft een ander tuintje gekozen. Ja, vogels in tuinen bij mensen zijn toch een beetje de losers onder de vogels. Hè? Want ja, wie gaat nou in een druk bevolkte tuin waar mensen komen, waar katten rondsluipen, een nestje maken? Ze kiezen natuurlijk liever een rustig bos. Ja. Maar ja, dus wat wij hebben, dat zijn een beetje de afvallers. Van, of de hele jonge mannetjes of zo. Maar het is wel verschrikkelijk leuk en het is nodig om dat te doen. Maar je moet niet alleen aan koolmeesjes en pimpelmeesjes denken. Er zijn ook allerlei andere soorten nestkastjes die je kan maken. Open nestkastjes, er zit graag winterkoningen in. Ik zelf heb zelfs vleermuiskasten. Ja, geweldig. Ze zijn gemaakt door Jacques van der Hofstede van de Bomenbond. En die moet ik nog ophangen, maar het zijn meer lagige vleermuiskasten. In de hoop dat daar ook vleermuizen in gaan zitten. Ja. Ja, we kunnen een hoop optuigen in onze tuin om meer natuur te zien van dichtbij. En dat is zeker aan te raden voor iedereen. Ik ga hem afsluiten vandaag. Het zit er al weer op. Het ging echt razendsnel. Ik zou het liefst nog 3 afleveringen vol praten over vogels. Vast ook samen met jou, want jij praat er ook graag over. Wat ik nog wil zeggen is, mensen, 1 mei is het internationale Guerilla Zonnebloemzaaiactiedag. Nou, dat is een hele mond vol. Link en informatie komen zeker ook op Facebook, dus kijk daar. Maar het is een oproep internationaal aan alle burgers om alle saaie hoekjes in je stad, waar niet zoveel groeit, op te fleuren met zonnebloemen. Dus ga naar de dierenwinkel, naar het tuincentrum of bestel online een zakje zonnebloemen en kunnen we met z'n allen de stad Leiden lekker geel laten kleuren. Dan hebben we nog de bloembollenactie. Er zijn er inmiddels 2600 bollen verkocht. Maar we gaan natuurlijk voor die 10.000. Dus bestel snel bij de Hortus je bio bloembollen met korting. En dan heb je van het voorjaar mooie krokusjes in de tuin. En dan hebben we nog het NK tegelwippen natuurlijk. We hebben een hoop updates. Dit is de laatste. We staan op plaats 7. We zijn gezakt. Nou ja, dat kunnen we natuurlijk niet op ons hoofd laten zitten. Zeker niet van Oude Water, Enschede, kom op. We kunnen daar nog veel meer tegels uithalen. Uit mijn tuin niet zoveel. Bij Dick denk ik ook niet zoveel meer tegels. Nee, helaas. Dus kom op Leiden. Meer tegels uit de tuinen. We kunnen nog steeds in die top 3 terechtkomen. Rest mij te zeggen dankjewel Dick. Ik vond het heel gezellig dat je er was. Je nieuwe boek deze week beschikbaar, Ode aan de Nachtegaal. Dus mensen, wil je meer weten over de nachtegaal, bestel hem. Alles staat er zo'n beetje in. Volgende boek misschien over de putter? Nee, dat gaat over de troost van de natuur. Ah, nou, dat is ook een heel mooi onderwerp. Dus dat moeten we zeker in de gaten houden. Dick, bedankt dat je er was. Graag gedaan.